vanavond neemt het personage Lea in de NCRV-serie Spangas afscheid van haar medeleerlingen. Ze gaat namelijk euthanasie plegen. Lea, die in de serie kanker heeft, is uitbehandeld en heeft veel pijn. De schrijvers van de serie willen hiermee het taboe op euthanasie onder minderjarigen bespreekbaar maken. Het is niet de eerste keer dat een televisieprogramma hiervoor wordt gebruikt. Want als het om taboes doorbreken gaat, kent de tv geen taboes. Zo neemt het personage Lea in Spangas vanavond afscheid van haar vrienden. Ze kiest voor een zelfgekozen dood, euthanasie. Een best pittige verhaallijn voor een jeugdserie. Maar dat is een bewuste keuze van de schrijvers. We kiezen binnen een programma van Spangas, wat eigenlijk een heel vrolijk programma is, altijd voor een thema wat zwaarder is. Omdat we het belangrijk vinden dat dat wat er in het leven van kinderen gebeurt, dat we dat ook bespreken. En dat zijn soms ook hele nare dingen. En Spangas is zeker niet het enige programma dat op de Nederlandse tv kiest voor zware onderwerpen, taboes misschien zelfs. Want GTST bijvoorbeeld werkt hard aan het doorbreken van het taboe op homoseksualiteit. Deze bedscène bijvoorbeeld met twee mannelijke personages doet in 2011 nog flink stof opwaaien. Maar een paar jaar later is het homohuwelijk eigenlijk al best oké. Ja, heel graag. Ja, de Nederlandse televisie heeft wel een sterke traditie als het gaat om het doorbreken van taboes. In dramaseries zie je bijvoorbeeld heel vaak dat er gekozen wordt voor extreme karakters of karakters die veel meemaken. Voorbeeld is natuurlijk twee homoseksuele mannen die een restaurant runnen in de Vlaamse Pot. Nou, dat was in de jaren 90 echt wel een opzienbarende serie. TV-makers kiezen dus graag onderwerpen die maatschappelijk een beetje schuren. Homoseksualiteit, maar ook thema's als integratie en nu dus euthanasie blijven geliefd. Bij makers, maar zeker ook bij het publiek. We kiezen er heel bewust voor om verhalen die in de taboesfeer liggen, om die juist te behandelen. Nederlanders zijn heel ruimdenkend. En tv-makers spelen daarop in door ze inderdaad die mensen en die situaties voor te schotelen waar ze nieuwsgierig naar zijn. Wat is dan het volgende taboe dat jullie gaan aanpakken? We zijn op dit moment bezig met het ontwikkelen van het nieuwe seizoen, maar daar ga ik natuurlijk nog niks over zeggen.